Welkom allemaal. Vandaag gaan we bespreken hoe de positie van de Nederlandse krijgsmacht zich ontwikkelt in een wereld van veranderende en verschuivende geopolitieke verhoudingen. Nu Trump al meerdere malen heeft gedreigd om de NAVO te verlaten en de spanningen tussen Amerika en Rusland alleen maar lijken toe te nemen, rest ons de vraag, wat betekent dit nou eigenlijk voor Nederland? Na 25 jaar van bezuinigingen mag het huidige kabinet eindelijk weer gaan investeren in defensie. Vandaag gaan we in gesprek over de relevantie van de Nederlandse krijgsmacht in de 21ste eeuw, met oog op de toekomst van de cyberoorlogen en wellicht een eventueel Europees leger. Ik geef graag een daverend applaus voor onze minister van Defensie, mevrouw Ank Bijleveld. Dank voor uw... Ga lekker zitten. Ja, dankjewel. Dank voor uw komst. Ja, u bent dochter van een beroepsmilitair en is opgegroeid met defensie. In hoeverre neemt u uw ervaringen mee van vroeger mee in uw huidige besluitvorming? Ik ben wel groot geworden met het bedrijf, natuurlijk Defensie. En dat is een prachtig bedrijf. En mijn vader was beroepsmilitair. Dat is in de tijd, ik had net met die meneer erover, die in de 80 is. Mijn vader is nu 84 en mijn ouders leven allebei nog. Maar ik ben wel groot geworden in de tijd van de Koude Oorlog. Hè, want in die tijd diende mijn vader. En ik weet dus heel goed wat het is om regelmatig te verhuizen. Dat heb ik als kind gedaan. En in andere plaatsen te gaan wonen, om te werken met de hiërarchie. Ik ken het rangenstelsel en ik weet ook hoe belangrijk het is dat mensen zich... waar dan ook de wereld, eigenlijk met gevaar voor eigen leven, toch inzetten voor onze vrijheid. Daar ben ik mee groot geworden. Ja, ja, en als u dat dan heeft geleerd van uw vader, dan kijken we even naar uw voorgaande functie als commissaris van de Koningin Overijssel. Ja. En als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wat heeft u dan uit die functies meegenomen naar uw huidige ministerpost? Ja, nou, ik ben ook nog burgemeester geweest. Dat is één, dat nog. In een plaats waar je moeder vandaan komt, heb ik net begrepen. In deze post is het heel erg van belang. Want het is een heel ingewikkeld bedrijf, Defensie. Je hebt dus de militaire kant, we hebben de civiele kant. Het is een bedrijf waar we internationaal opereren. Waar je dus ook landmacht, luchtmacht en marine hebt. Die ook apart nog aangestuurd worden. Het moet allemaal bij elkaar komen bij de minister. En wat ik in die tijd heel erg goed heb geleerd, is dat je jezelf moet zijn als je bestuurt. Dat je goed moet kunnen kijken hoe de lijnen lopen, heb ik heel goed geleerd. Dat is belangrijk om te weten. En ik heb natuurlijk al veel eerder daardoor leiding gegeven in grotere en kleinere organisaties. En dat is ook van belang om te weten. Ja, ja, want het ministerie van Defensie heeft onder vuur gelegen toen uw voorganger Janine Hermans-Plasgaard haar ontslag indiende in kabinet Rutte 2. Wat was dan uw voornaamste plan om het vertrouwen in het ministerie van Defensie weer te waarborgen? Nou, één moet ik denken, ik had toen nog helemaal niet het idee dat ik minister van Defensie zou worden. Ik denk dat als fans hadden we misschien wel veel gedacht, maar dat ik hier op dit departement terecht zou komen misschien niet. Ik was voorzitter van het interprovinciaal overleg en commissaris van de Koning deed dus heel andere dingen. Maar voor hier is het wel heel relevant om goede bestuurlijke ervaring te hebben, hè, om er met rust te kunnen staan. Ik heb er wel even over nagedacht, want ik zag natuurlijk dat het een departement was waar ik aantrad na 25, misschien wel 30 jaar bezuinigen, hè, wat er is gebeurd. Omdat we allemaal dachten in Nederland en misschien ook al een beetje in de wereld, dat we hier in ieder geval gebruik konden maken van een vredesdividend. Terwijl dat eigenlijk niet had gemoeten, als je er goed naar kijkt. Dus ik dacht, ik moet goed kijken wat is er nu gebeurd met al die bezuinigingen, heb ik gedaan. En je had natuurlijk dat akelige ongeval in Mali, waarop uiteindelijk op het rapport Janine Hennis, vind ik wel tragisch, is afgetreden. Waardoor ik heel erg heb gekeken naar hoe staat het nu met die veiligheid op ons departement voor onze mensen. Ja. En niet alles kan je voorkomen, hè, want als militair werk je met gevaar voor eigen leven, dat weet je. Maar wat wij kunnen voorkomen, moeten we zien te voorkomen. Dus ik heb wel heel goed gekeken naar wat is dat nou en waar kom je in terecht. En daar ben ik ook wel eerst even over gaan praten, want ik wilde ook wel weten wat ik dan eigenlijk kon investeren in Defensie. Ja. Ik had natuurlijk de regeerakkoord onderhandelingen
wel gevolgd, maar vanuit uit de provincie had ik die gevolgd. Ik heb ook aan de formatietafel gezeten vanuit de provincie. Dus ik wilde eerst wel eens even kijken, kan ik wel genoeg investeren in Defensie om ook een stap te zetten naar meer robuustheid, naar herstel, naar het beter staan. Ja. Want dat is in het belang van onze mensen. Ja. Ja, ik weet niet of jullie weten hoeveel mensen er überhaupt werken. Er werken ongeveer 60.000 mensen bij Defensie, dus het is een heel groot bedrijf. Ja, we gaan het later nog even hebben over die investeringen. Okay. Laten we eerst even het hebben over de Nederlandse krijgsmacht aan zich. De officiële taak van de Nederlandse krijgsmacht, neer is gezet in onze grondwet, is verdediging en bescherming van de belangen van het Koninkrijk en handhaving van de internationale rechtsorde. Is Defensie hier nu toe in staat? Dat is onze eerste grondwettelijk taak. Wij hebben drie taken. Dus dit is onze eerste grondwet. Dit is onze hoofdtaak. Ja. Bescherming van het Koninkrijk en het bondgenootschap. Dat zijn de NAVO-bondgenoten. Het tweede is inzet in missie, gerelateerde dingen. Tweede grondwettelijk. En drie is binnenlandse bijstand verlenen. Dat is onze derde taak. Maar de eerste taak, die vind ik zelf het belangrijkste. Wij als Defensie beschermen uiteindelijk de waarden die ons dierbaar zijn. Zijn we daartoe in staat? We zijn ertoe in staat samen met anderen. Want zelf kunnen wij het niet als Nederlandse krijgsmacht of als Defensie. Ja. Wij kunnen eigenlijk alleen samen met onze bondgenoten daarvoor voor instaan. En daarom hecht ik ook heel veel waarde. Omdat we zo klein zijn. Ja, we zijn klein. Er is veel bezuinigd in de afgelopen jaren. En we zijn niet zelfstandig in staat om helemaal, als er een grote aanval is, om dan voor onszelf op te komen. Overigens waren we dat 75 jaar geleden ook niet in Europa. Hè? Want we staan aan de vooravond van 75 jaar bevrijding. Maar dat is nu ook niet reëel. Maar we groeien stap voor stap, nu we met de investeringen weer naar de beter staan. Ja. En ook zelf beter toegesneden te zijn op onze eerste grondwettelijke taak. Ja. En daar zet ik ook alles op in. Ik heb in de defensienota die ik heb geschreven voor dit kabinet, naar aanleiding van het geld dat we kunnen investeren, heb ik gekanteld naar onze eerste grondwettelijke taak, omdat ik dat het belangrijkste vind, dat we dat kunnen doen. Hmm. En daar zijn mijn investeringen of onze investeringen ook op gericht. Maar als we dan bijvoorbeeld kijken naar het personeel op dit moment, is er een grotere uitstroom dan instroom van personeel binnen Defensie. Ja. Hebben we dan wel genoeg mankracht om aan die grondwettelijke taken te voldoen op dit moment? Nou ja, wat ik al zei, samen met anderen. Maar we kunnen nog veel mensen gebruiken. Dus als een van jullie bij Defensie wil werken, dan zijn jullie van harte welkom. Je kan er op verschillende manieren naar kijken. Afgelopen jaar zijn we er eigenlijk goed in geslaagd. Ons wervingscentrum zit hier in Amsterdam, op het MEA. MEA-terrein, ja. Bij het Scheepvaartmuseum daarachter. En zijn we er best wel goed in geslaagd om mensen te werven. Dus we hebben nu ook sinds maandag, daar moet iedereen dan ook even naar kijken, nieuwe, heel erg op de beroepen gerichte campagne. Want we hebben hele interessante functies. We hebben zo'n 6.000 mensen geworven, militair en civiele. We hebben ook burgers bij Defensie. Maar er zijn er ook net iets meer dan 6.000 vertrokken. En dat zijn mensen die al een tijdje bij ons werken. En dat is te veel. Dus er stromen net iets te veel mensen uit, want het moet ook nog groeien. Dus dat betekent dat we op dit moment zo'n 8.000 vacatures hebben. Dus ik kan nog een hele hoop mensen gebruiken. En dat is van alles het nog wat. Dat zijn soldaten, maar dat is ook hoog gespecialiseerd technisch personeel. Ja. Ik kan ook goede hackers gebruiken of ik kan van alles en nog wat aan mensen gebruiken. Nou, op dit moment een van de grootste struikelpunten zijn de onderhandelingsronden over de arbeidsvoorwaardenakkoord. Dus vorige maand is de derde, als ik het goed zeg, de derde keer is de onderhandelingsronde gestart over zo'n arbeidsvoorwaardenakkoord. Mm-hmm. Hoe kan het dat defensiebonden en uw ministerie er niet uitkomen? Ja, dat is een goede vraag. Overigens denk ik niet dat het grootste struikelpunt is, hè, want om mensen te werven bij Defensie. Want we hebben interessante vacatures. En ik wou dan nog bij zeggen, om dat nog wat aantrekkelijker te maken, ook misschien voor mensen. Dat mensen kunnen bij ons al heel jong leiding geven. Dat weet bijna niemand. Maar ik weet niet precies hoe oud zijn jullie? 22. Nou, ik was bijvoorbeeld in Mali, in Kidal, waar jij het net over had. Daar is dat ongeluk gebeurd waar Hennis op is afgetreden. En ik ben zelf gaan kijken hoe het daar zat met de volksgezondheid. En daar werken zo'n 25 jonge mannen, zijn het dan allemaal. En de jongste, de leidinggevende, was een luitenant en die was 24 jaar oud. En die had de leiding over die hele groep mensen die daar werkt. Dus je leert bij ons al heel jong leiding geven. En dat is ook aantrekkelijk voor mensen om in die zin te doen. Dus mensen kiezen bij ons niet alleen
om het geld, want onze salarissen zijn zeker niet de hoogste in alle functies, maar wel voor het werk. Mensen kiezen heel bewust voor het samen staan voor een klus, het samenwerken en samen dingen doen. Dan de vakbonden. Ik kan me voorstellen als zo'n arbeidsvoorwaardenakkoord dus niet geïmplementeerd is, dat dat toch wel een beetje het vertrouwen schaadt in Defensie als een betrouwbare werkgever. Ja. Nou ja, iedereen moet een cao hebben in dit land, hè, normalitair. Wij hadden overigens wel een jaar een cao, hè, want na mevrouw Hennis heeft er heel kort 3 weken Klaas Dijkhoff als minister gezeten. En in die tijd is er een cao afgesloten, die liep tot oktober vorig jaar. En wij waren er wel in geslaagd om een overeenkomst met de vakbonden te bereiken. Dus we hadden in principe een principeakkoord over een cao. En ik vind dat zelf ook heel erg van belang voor het vertrouwen dat je dat hebt. Net zoals dat bij de politie van belang is. Alleen dan moeten vakbonden leggen dat dan voor aan hun leden, zo is het systeem. En de leden hebben het afgestemd. Die vonden het niet genoeg. Dus nu zijn we weer opnieuw aan het onderhandelen en ik hoop van harte, ik kan daar niet zoveel aan doen, want it takes two to tango om een cao te hebben. Hè. Dus je hebt, en als werkgever, ik ben formeel de werkgever, het is het dossier van de staatssecretaris, maar ik ben de werkgever en ik heb de werknemers nodig om tot een cao te komen, de vakbonden. En we zitten nu weer aan tafel en ik hoop echt van harte dat er zo snel mogelijk een stap gezet wordt. Omdat ik zelf denk dat de overeenkomst die wij hadden, dat die voor meer gesloten, hè, virtueel zullen we maar zeggen, voor meer dan 90% van ons personeel een verbetering was. Bijvoorbeeld op pensioen. Defensie heeft nog een heel ouderwets systeem. Wij zijn een van de weinigen die nog geen middenloonstelsel hebben. Dus voor de economen een interessant fenomeen. Ja, pensioen, dus aanstaande maandag is er een landelijke protestdag over de pensioenhervorming binnen Defensie. Ja, nou niet binnen meer hè, sectoren, ook politie, allerlei bonden, dus de vakbonden staken voor het pensioen. Ja. En dan doen ook militairen aan de staking mee. Ja. Ze moeten dan wel vrij nemen, want militairen mogen niet staken. Maar wat gaat u hier dan aan doen? Enige beroepsgroep in Nederland die niet mag staken, want die moeten altijd ingezet worden. Dus ze moeten een vrije dag nemen. Overigens, ik weet niet of het kort geding van de bonden al tegen ons al verlopen is. De bonden hebben een kort geding aangespannen tegen ons. Omdat wij inderdaad niet de. Ze vinden dat, dat ze wel mogen staken. Want ze zeggen het is geen staking. Die actie is een pensioencursus die wij geven. Maar u neemt zo'n staking wel serieus, toch? Zeker, ja. Nee, maar kijk, dat is natuurlijk de staking van de landelijke vakbonden, hè, ten opzichte van het kabinet. Ja. En Wouter Koolmees, minister, is bezig natuurlijk. Ik hoop echt van harte dat we tot een betere pensioenafspraak kunnen komen. Dat is voor jullie en voor ons allemaal beter. Want het huidige stelsel dat we hebben als het gaat om pensioenen is gewoon niet toekomstbestendig. En ons stelsel al helemaal niet, want wij hebben nog geen middenloonsysteem. Wij werken nog met een vorm van eindloonsysteem. En dat betekent eigenlijk dat wij daar, heel Nederland is daar al toe overgegaan. Iedereen heeft een middenloonstelsel. En wij moeten dat ook gewoon doen. En wij hadden daar zelfs compensatie voor opzij gezet. Dus ik hoop echt van harte dat we wel tot iets komen. Ja, en als er dan dus door middel van arbeidsvoorwaarden en pensioenen niet genoeg vertrouwen in Defensie wordt gesteld, dat er dus meer instroom of meer personeel komt. Denkt u dan dat de dienstplicht misschien een oplossing is? Overigens denk ik denk dus echt niet dat het in onze arbeidsvoorwaarden alleen. Ik denk dat er wel heel veel gewijzigd moet worden, maar we investeren ook echt juist. Ik mag 5 miljard in deze periode nog meer, hoop ik zelfs, investeren. We investeren ook juist heel veel in personeel. Ik heb de mensen op 1 gezet en dat betekent dat we nieuwe uniformen, spullen, et cetera hebben. En dat is heel erg van belang voor het vertrouwen van mensen. Dat mensen kunnen werken met goede spullen, dat als wij mensen, ik stuur in principe de mensen op missie, hè, met het kabinet beslist daarover, maar daar wordt ook in de Kamer uiteindelijk mee ingestemd, dat we die met goede spullen op pad sturen, dat is ontzettend van belang, ook voor de motivatie van onze mensen. En terugkomen tot die dienstplicht? Ja, nou dan, dat is niet de oplossing. We kunnen de dienstplicht wel invoeren. Ik heb het laatst uitgerekend. Er is dienstplicht. Er is geen opkomstplicht. Er is nog steeds dienstplicht in Nederland. En die is ook sinds dit jaar is die ook ingevoerd voor meisjes. Ja. Alle 18-jarige meisjes hebben dit jaar, want die wet heb ik vorig jaar afgehandeld. Want ik ben erg voor gelijke behandeling. Ja. Alle functies bij Defensie staan open voor mannen en vrouwen. Dus ook de dienstplicht is nu voor meisjes
ingevoerd. Dus alle 18-jarigen hebben afgelopen, vanaf 1 januari dit jaar krijgen ook de 17-jarigen een brief thuis dat ze in principe dienstplichtig zijn, jongens en meisjes. Maar ze hoeven niet te komen, er is geen opkomstplicht. Ik heb uitgerekend wat het kost om weer helemaal te kantelen naar een leger met dienstplicht. Dat gaat ons 15 miljard kosten. Dan kunnen we beter wat extra investeren in de huidige defensie. Ja. Ja, maar uw commandant der strijdkrachten, Roep Bauer, die heeft wel gezegd dat het iets is wat we serieus moeten gaan overwegen. Hij zei, ik zeg niet dat ik het wil, maar het is wel een demografische uitdaging waar we wat mee moeten. Ja. Waar komt dan dit verschil vandaan tussen u? Nou ja, hij zegt niet iets anders dan ik. Want hij, dit is hem gevraagd op een soort persgesprek dat hij had. En hij heeft toen gezegd, hij heeft gereageerd op een vraag die gesteld was, omdat er in Duitsland ook naar gekeken wordt. En toen heeft hij gezegd, als je echt demografisch, als we straks ultiem te weinig mensen hebben, misschien moet je er dan ooit nog wel eens naar durven kijken. Ja. Zoiets heeft hij gezegd. Nou, misschien moet je dat ultiem wel durven. Dus ik heb de Kamervragen beantwoord naar aanleiding van de uitspraken van de heer Bauer. En toen heb ik uitgelegd dat het ontzettend veel kost. En dat dus nu niet aan de orde is om daar dat te doen. Bovendien denk ik, moet je dan ook weer heel anders kijken naar het opbouwen van je leger, van je krijgsmacht. Je moet heel veel opleiders moet je hebben. We zijn nu al een heel groot we zijn een van de grootste opleidingsbedrijven van Nederland. Maar dan moet je allemaal vrijwilligers moet je gaan, want dat ben je dan, hè, opleiden. Dus dan zouden we jullie gaan opleiden tot soldaat bijvoorbeeld. Ja, dan moet je hele andere type mensen hebben om dat te doen in je bedrijf. Dus dat is gewoon niet reëel in deze tijd. Nee. In uw defensienota staat... Maar als het nood aan de man is, kunnen we dus wel, dat is wel, dat moet iedereen zeggen, kunnen we wel iedereen oproepen. Hè? Als er echt een grootschalige aanval is, dan is dat natuurlijk wel, dan zou dat aan de orde kunnen zijn. Dan kunnen we die oproeplicht instellen. Ja. Oké. Okay. Maar zover is het nog niet. Nee, okay. gelukkig niet. In uw defensienota staat ook dat u streeft naar een organisatie met veilige werkomgeving die het vertrouwen heeft van haar mensen, hen weet te behouden en voldoende nieuwe mensen werft. Maar een organisatie met een veilige werkomgeving is de afgelopen tijd toch wel een beetje op de proef gesteld. Vooral met de incidenten van de burn pits in Afghanistan. Kunnen we dan nog op dit moment nog wel spreken over een veilige werkomgeving? Ja. We kunnen wel zeker spreken van een veilige werkomgeving. Wat wij kunnen beïnvloeden, dat moeten we doen. Dat hebben we ook opgeschreven. En ik heb dit in de defensie. Ik ben van laag naar hoog gaan praten. Ik ben met heel veel mensen gesproken in ons bedrijf. En mensen zijn allemaal heel gemotiveerd om te werken. En er is geen absolute veiligheid. Dat geldt hier ook zo. Ik kon zo van dit drempeltje struikelen als ik niet zie waar de trap is. Hè. En dan is, dan is er een ongeluk gebeurd. Dus dat kan overal. Dus je kunt niet ieder risico uitsluiten. En dit is een bedrijf waar iedereen met gevaar voor eigen leven werkt als hij uitgezonden wordt. Burn pits is niet van nu, is van 2009 waar het om gaat. Maar die klachten die komen nu binnen? Er komen nu klachten binnen en zijn in het verleden ook wel eens klachten binnen geweest. Er wordt op dit moment niet met vuilverbranding gewerkt zoals in die tijd daarmee gewerkt is. Een van de dingen die jullie en iedereen zich moet realiseren is dat wij, als we in een missie, dit gaat over Afghanistan, waar het over, ik ben daar zelf ook geweest in Afghanistan, als je daar uit het vliegtuig stapt in Kabul, ik weet niet of er überhaupt is er iemand al eens in Afghanistan geweest, vast niet. Ja, kom je uit Afghanistan? Nou, als je daar in Kabul uit het vliegtuig stapt, dan ruik je dat is een verschrikkelijke lucht. Hè. Dat gaat sowieso diep in je longen. Je moet je voorstellen dat wij dus in landen opereren waar de arbeidsomstandigheden niet zo zijn als in dit gebouw. En dat weten onze mensen. Dus wat wij doen, is proberen de risico's die we kunnen voorkomen, om die te vermijden. En ik had het toevallig ik ben in november in Afghanistan geweest. Met onze ambassadeur daar ook over, want er werkt ook ambassadepersoneel. En de luchtkwaliteit in Kabul is op dit moment een van de slechtste luchtkwaliteiten in de hele wereld. Ja. Toch opereren wij in Afghanistan. He, dus, en daar kijken we hoe we ons personeel zo goed mogelijk kunnen beschermen. Maar niet alles kan je voorkomen. Wat we niet meer doen, is ook niet in NAVO-perspectief, is vuil verbranden op de manier die destijds gebeurde. Dus dat voeren we af. Of we doen het anders, in ieder geval, dan destijds was, om zoveel mogelijk te voorkomen. Maar buiten wat er in Afghanistan is gebeurd, zien we bijvoorbeeld ook het dodelijke schietincident hier in Nederland op de schietbaan in Ossendrecht. Dus dat creëert ook niet een hele veilige werkomgeving. Nee. Met een oefening.
Ja, dat was een oefening. Dat is in principe is dat een menselijke fout die daar gebeurd is. Ja. Hè? Dus daar is een onderzoek naar geweest. En daarom op dat schietincident hebben we nu gezegd, oké, we gaan nog een keer alle instructeurs en iedereen erop wijzen wat je moet doen en hoe je dat moet doen. En we hebben onze schietinstructies ook aangepast. En dat zit er natuurlijk, voor een deel moet er ook reëel geoefend worden. Dit had nooit mogen gebeuren, hè. Dat is echt zonde klaar. Maar dit is een incident waar we op hebben geacteerd. Hè. Dus we hebben alle processen daarop aangepast. En in principe kan nergens meer zoiets wat daar gebeurd is voorkomen. Hoe verschrikkelijk het ook is natuurlijk dat er iets gebeurt. En dat is ook wel een van de dingen die ik wil zeggen. Kijk, dit is heel veel van wat je in het nieuws ziet natuurlijk. Hè. En dit is een verschrikkelijk incident en dat geldt ook voor andere dingen. Maar één voorval is niet altijd exemplarisch voor het geheel van het bedrijf. En wat wij moeten doen als bewindslieden, maar ook als leiding hè, van de krijgsmacht, de commandant van de strijdkrachten met al zijn commandanten, is moeten alle risico's die we zien, die inventariseren we en die moeten we proberen te voorkomen volgens wat tot onze beïnvloedingsmogelijkheden hoort. En ja, dat is wat we ook doen. We hebben daar een heel plan van aanpak veiligheid voor gemaakt. We hebben er een directieveiligheid ook voor gemaakt op ons departement. En we hebben aan alle commandanten ook gevraagd om veiligheidsfunctionarissen aan te trekken. Naar aanleiding van wat er ook met name in Mali is gebeurd, hebben we onder leiding van een oud-directeur van Shell, Jeroen van der Veer, heeft een commissie voorgezet. En hebben we gezegd, oké, veiligheid, daar is belangrijk dat wij, de toon van de top is belangrijk. Hè? Dus wij moeten ook voortdurend daar aandacht aan besteden. En dat doen we ook overal waar wij zijn. Iedere vergadering bijvoorbeeld, 's ochtends. Wij beginnen onze dag met een ochtendberaad waar gebriefd wordt over alle missies in het buitenland. Die openen we met het thema veiligheid. Ja. Ik zal stoppen. Mag ja, en naast dit investeren in veiligheid geeft u in de defensienota ook prioriteit aan uitrusting en de kwaliteit van de spullen waar de militairen mee werken. Dat gaf u ook net aan, dat op nummer 1 staat. Ja. Echter riepen onze soldaten tot een tijd geleden nog steeds pang pang tijdens oefeningen. En stonden zij in de NAVO-oefening in Oslo zonder uitrusting? En ja, dat is niet waar. Dat is echt expliciet niet waar. Dat is de grootste NAVO-oefening die er is geweest. Trident Juncture. Ik ben daar zelf geweest. En ze hadden allemaal winterkleding. Dus dat is gewoon echt niet waar. Hoe kan het dat het dan zo wel werd gepubliceerd overal? Dat het zo in het nieuws is gekomen? Ja, dat weet ik soms ook niet. Maar de mensen hadden... zo gaat het soms. Hè. Ik bedoel, daar moet de minister, wie dan ook, hè, welk departement moet daarmee leven. Dat pang-pang is overigens iets wat al van ver voor mijn tijd is. Ja, dat is, hè. Dat is iets wat er is geroepen in de vorige periode. Ook dat is niet waar. We hebben enorm geïnvesteerd in ondersteuning, in spullen. Dat kan ook. Hè. En je moet ook reëel oefenen. En ik ben net in Litouwen geweest, vorige week, met Wopke Hoekstra. Misschien wel mensen gelezen in de krant. En daar waren ook al onze mannen en vrouwen, waren maar 6 vrouwen, jammer genoeg, van de 260 militairen die we daar hebben, die waren allemaal buitengewoon tevreden over de spullen. Maar als je 25 jaar bezuinigt, en 30 jaar, dan moet je van heel ver komen. Dus je kan stap voor stap kan je maar verbeteringen aanbrengen. Zelfs met die 1,5 miljard per jaar die ik kan investeren, ja, dan kan ik echt maar kleine stappen zetten in deze periode. Dus wat ik nu heb gedaan is, als we mensen voorop stellen, iedereen die dus uitgezonden wordt, of het nou een oefening is, als Trident Juncture, de grootste NAVO-oefening die we sinds tijden hebben gehouden, of missies zoals in Litouwen, dan iedereen die daar naartoe gaat, krijgt nu de nieuwe spullen. En komend jaar is het de bedoeling dat verder alle gevechtsuitrustingen helemaal nieuw is. Maar in ieder geval alle mensen die op uitzending gaan, hebben de nieuwe spullen. Ja, ja, want u bent vooral veel aan het herstellen, ook van vertrouwen, maar ook dus van het feit dat er zo lang is bezuinigd. Ja. Weerhoudt dit u in de effectiviteit van uw investeringen? Je ziet dat je dus in eerste instantie heel erg je been bij aan het trekken bent. Hè. Je moet investeren in dingen die nodig zijn om er gewoon goed te staan. Om er ook langer dingen te kunnen volhouden, om sterker te zijn gewoon. Hè. Ja, dus dan moet je gewoon betere spullen hebben. En daarnaast investeren we in deze periode in ieder geval in een aantal, in gewoon slagkracht. Hè. We investeren in schepen, we investeren in onderzeeërs, we investeren in de F-35 die eraan komt.
We investeren in meer specialistische functies. We investeren heel erg in cybercapaciteit, de Defensie Cybercommando. Het is niet alleen maar herstellen. Nee, het is niet alleen herstellen. Het is goed kijken naar waar moet je als krijgsmacht naar de toekomst toe in staat zijn. En dan denk ik dat Nederland altijd goed is in informatiegericht opereren. Dat is bijvoorbeeld ook wat wij in Mali... De MIVD. Ja, de MIVD, maar ook wel inlichtingen verzamelen. Hè? Dus ook onze mensen in Mali bijvoorbeeld. Wij hebben bij die VN-missie de hele inlichtingenmodule voor de Force Commander opgezet. Dat hebben wij ook echt gemaakt, hebben onze mensen gemaakt. In Kidal bijvoorbeeld gingen die jongens... waar die 24-jarige commandant van was, die gaan op quads gaan die naar buiten informatie verzamelen. En die is van essentieel belang voor wat de Force Commander nodig heeft. Dat was in dit geval een Belgische Force Commander, om zijn operatie aan te sturen. Dat is iets waar Nederland goed in is. Een F-35, dat is natuurlijk een gevechts... Hè, dat is een wapen, maar een F-35, maar dat geldt ook net zo goed voor de F-16 die we nu hebben. Dat is ook een vliegtuig dat inlichtingen verzamelt. Het zuigt inlichtingen op en dat moeten we verwerken. En dat is waar Nederland ook met special forces intrinsiek altijd goed in is geweest. Dus ik wil versterken waar we goed in zijn geweest. Dat wordt ook van ons gevraagd door de NAVO. En ik wil juist ook proberen om daar nog extra stappen in te zetten, omdat ik denk dat dat voor de krijgsmacht van de toekomst belangrijk is. Ja, ik denk dat dit een mooi moment is voor een audience question. Zijn er gegadigden? Nee? Helemaal niemand? Nou, dan gaan we door naar de volgende vraag, denk ik. We willen het volgende deel willen hebben over internationale samenwerking en missies. En ik denk dat op dit moment de meest reële dreiging van het Nederlands grondgebied ligt in het Caribisch gebied. Namelijk door het conflict wat zich afspeelt in Venezuela. Ja. Is er kans op een militaire inzet van de Nederlandse krijgsmacht? Op dit moment zien we dat niet. Het is wel zo dat we extra alert zijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Want je had een grondwettelijke taak, maar boven de grondwet gaat nog het statuut van het Koninkrijk. Hè. En wij zijn, het is ook onze taak om het hele Koninkrijk te beveiligen. Wij hebben wel wat extra mensen nu op dit moment op Curaçao. Die de situatie in de gaten houden, die het ook monitoren wat er gebeurt. Dat doen we overigens met een aantal andere landen samen in de regio. We werken natuurlijk samen met de Amerikanen, de Engelsen en de Fransen die daar ook zitten. Op dit moment is er geen aanleiding voor. Wat vooral natuurlijk onze grote zorg is op dit moment. Dat geldt niet alleen in ons deel van het Koninkrijk, maar dat geldt bijvoorbeeld ook in Colombia en Peru, is de grote uittocht van vluchtelingen uit Venezuela. Er zijn meer dan 3 miljoen wandelenden, hè, want dat is zo, Venezolanen zijn er op de vlucht. En het is heel ontzettend belangrijk dat daar goede opvang voor wordt geboden. Op dit moment kan dat. Een deel wordt ook opgevangen op Curaçao en Aruba, want dat is heel dichtbij. Maar is Defensie bereid op een worst case scenario? Stel dat morgen er schepen richting Curaçao gaan met... Vanuit Venezuela. Vanuit Venezuela. Nou ja, kijk, het is niet geen reëel scenario wat je nu schetst op dit moment. Want onze diensten kijken daar ook goed naar. Met andere inlichtingendiensten. Dat verwachten wij helemaal niet. Ook omdat je natuurlijk ziet dat bij Maduro ook het leger een beetje aan het deserteren is. En een aantal de kant van Guaido kiezen. Als je het zeg maar ultiem zou vragen, is het wel onze taak. Ja. Ik heb er ook een extra gat liggen op dit moment in het Caribisch gebied. En we hebben extra mensen er ook ingezet om goed te monitoren en te kijken of als we moeten opereren, om dan operaties aan te sturen. Dus als ultiem moeten wij ook dat deel, dus defensief, dat is onze taak, daar heb je zelf net mee begonnen, moeten wij ook onze inwoners daar beschermen. Ja, maar we hebben het nu over die internationale orde. Maar ik ben niet van plan om uit te rukken naar Venezuela, als je dat dan voor de zekerheid. Nee, maar goed, dat is dus ook een van de grondwettelijke taken van de Nederlandse krijgsmacht. Het handhaven van de internationale orde. Het belangrijkste bondgenootschap van Nederland, dat heeft u al eerder gezegd, is natuurlijk de NAVO. Ja. Nu heeft Trump al meerdere malen gedreigd om hier eventueel uit te stappen. Ja. Maar hij wijst dan vooral op de 2% norm. Ja. En op basis van de huidige ramingen zijn wij daar nog lang niet. En bungelen is zelfs onderaan het lijstje. Ja. Twee weken geleden hadden we weer de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra op het podium. En wat zei Piet? Die vroeg ons dus om ons alsjeblieft aan die 2% norm te houden. Hij vroeg het heel netjes. Ja. Oh, heel keurig. Waarom doen we dat eigenlijk niet gewoon?
Ja, goede vraag. Ja. Ik zou zeggen, spreek iedereen aan. Doe je best om dat voor elkaar te krijgen. Nou, Trump. Kijk, ik ben niet geneigd om te regeren bij Twitter, zeg maar. Dus ik lees al die berichten wel. Ik volg dat keurig. Maar in NAVO-verband heb ik hem nog nooit horen zeggen zelf, hè, in een vergadering. Ja. En ik ben erbij aanwezig geweest op de NATO-summit, waar hij ook was. En ik met Mark Rutte en Stef Blok, dat hij eruit zou stappen. Wat hij wel terecht zegt natuurlijk is, vind ik, ik ben op veel terreinen niet met hem eens, maar op dit terrein wel. Als je een afspraak hebt gemaakt met elkaar in een bondgenootschap in 2014, dat je in 10 jaar zult toegroeien naar 2% van je BBP, dat je daar dat moet doen. Ja. En wij moesten allemaal, omdat er te veel... zeg maar het dreigingsbeeld in ook in Europa, maar in de wereld is enorm veranderd. Hè? En ik zei net iets over dat wij zelf als eenling niet toegesneden zijn op onze taak. Dus je kan het alleen samen doen, maar ja, moet je ook samen laten zien dat je er samen voor staat en samen investeren in je eigen veiligheid. Precies. Dus dat ben ik met hem eens. En dat ben ik overigens ook met Piet Hoekstra, waar ik ook regelmatig mee spreek, ook eens. Maar wij moeten van heel ver komen. Op dit moment staan we in de NAVO-staatjes op 1,17%. 17 van het BBP en onze eigen staatjes op 1,3. Nou, het zal er wel ergens tussen zitten, zullen we zeggen. Ja. Maar dat is nog lang geen 2% van het BBP. En we hebben een groeiend BBP. Hè? Dus, ja. We zijn maakt bij het percentage alleen maar moeilijker om te behalen. Ja, het maakt het lastig om te groeien. Want wij zetten echt een grote stap. Dat heb ik ook uitgelegd in de NAVO. Hè. Wij investeren 5 miljard. Onze begroting is echt opgehoogd. Hè, naar, we komen van 8 naar 10,5 ongeveer gaan we naar toe in de afgelopen paar jaren. Dus het is een forse investering, maar nog lang niet genoeg. Als je kijkt ten opzichte van die 1,5 miljard, als je 2% zou moeten realiseren, dan moet er bij mijn begroting, die ongeveer 10,5 miljard is, moet er 6 of 7 miljard per jaar, jaarlijks structureel bij, om dat te halen. Want dat is reëel in de Nederlandse verband. Dat is irreëel om te denken dat wij die stap in een paar jaar kunnen zetten. Dus wat wij moesten doen, en dat hebben wij wel gedaan, voor NAVO moesten wij een geloofwaardig plan maken. Dat heeft Mark Rutte moeten inleveren, want dat moesten de regeringsleiders maken afgelopen 31 december. En daarvan hebben wij gezegd, oké, want het is, wat mij betreft is het niet alleen cashgeld waar het om gaat. In de NAVO wordt gesproken over cash, dat is die 2%. Dat is burden sharing, zoals het dan zo mooi heet. Het gaat ook over capabilities en over commitments. En capabilities is dat we investeren in de dingen die de NAVO belangrijk vindt. En dat heeft dit kabinet al wel uitgesproken in een brief die we hebben gestuurd aan de NAVO. Dat wij, de NAVO heeft voor alle Europese landen, maar ook voor de Verenigd Koninkrijk, als die uit Europa stappen, en voor de Amerikanen gezegd, dit is wat wij moeten hebben. En aan Nederland hebben ze ook een aantal dingen gevraagd. En we hebben gekozen voor de F-35, voor soft special forces, om die verder te ondersteunen. Vuurkracht, land en maritiem en cyber. De dingen die ik net ook zei, waar we goed in zijn. Daar kunnen wij ook echt wat bieden. En onze piloten in combinatie met het vliegtuig zijn veel gevraagd, maar we hebben daar niet veel van. Dus we hebben gezegd, daar willen wij dan een stap in zetten. Dat is wat we gaan doen. Dus daar committeren we ons sowieso aan. Dat we daar de komende jaren in die 5 of 6 capabilities gaan investeren. En een eerste stap proberen we te zetten nu bij de voorjaarsnota, maar dat zal nooit de hele stap zijn. En dan zullen we successievelijk daaraan bijdragen. Ik zou zeggen, er wordt voor veel gestaakt. Dus als jullie nou een staking gehouden voor extra geld voor Defensie, dan kan het. Maar anders zal het toch ingewikkeld zijn. We hebben niet iemand... Je zei net dat u in Litouwen was met Bob Hoekstra. Ja. Heeft u niet wat extra geld Zeker. Eruit gehouden? Ja, we hebben hem natuurlijk wel... wat belangrijk is dat hij dat natuurlijk daar ook ziet als je in Litouwen bent. Want het dreigingsbeeld verandert wel heel erg. Voelt u dat daar? Ja, als je onze mannen en vrouwen, 260 mensen ongeveer hebben daar. En als je daar met ze praat, dan voel je voelt daar de reële dreiging van de Russische kant. Als jullie hebben de defensienota denk ik bekeken. En dan zie je ook dat de Russische dreiging is echt een reële dreiging. Als je ziet wat er wordt opgebouwd aan conventionele wapens aan de grens, aan raketten. Dat ze in die niche bij Kaliningrad, dat is enorm wat ze daar neerzetten. Dat voelen de Baltische staten, die voelen dat tot in hun haarvaten, dat is heel dichtbij. Als je kijkt wat ze doen met het verstoren van de orde in de zin van cyber, fake news, et cetera. Ik ben daar niet met een
een iPhone of een, ik zie jullie ook allemaal zitten en foto's maken. Wij nemen dat niet mee als we daar naartoe gaan. Dus wij nemen een heel oud Nokiaatje of een Tiger telefoon, een niet te traceren telefoon mee. Want alles wat wij daar doen wordt bekeken. Onze mensen mogen dat ook niet doen, ook niet met iWatches of weet ik wat allemaal. Dus je voelt dat tot in je haarvaten maar daar. Hoe reëel zo'n militaire aanvaring met Rusland op dit moment? Op dit moment zien wij niet, ze bouwen veel op, hè. Dus naast wat ze conventioneel doen, hebben ze natuurlijk het INF-verdrag, dat is nog het meest zorgelijke, hebben ze overtreden. Hè. Wij hebben daar zelfstandigen als MIVD. Maar de Verenigde Staten heeft gezegd om daar uit te gaan? Ja, en de Russen ook, ze zijn allebei uitgestapt. Het was een verdrag van twee dat nu non-existent is. Ja. Maar het is natuurlijk wel zorgelijk, hè, want in dat verdrag wat zo'n 30 jaar heeft bestaan, dat is eigenlijk ter voorkoming van dat er met nucleaire raketten op land wordt geschoten. Ja. En nucleaire raketten op land die een afstand kunnen bestrijken van 500 tot 5000 kilometer. Ja. En 30 jaar heeft dat verdrag ervoor gezorgd dat dat niet gebeurde. Wij hebben gezien dat de Russen nu die raketten hebben. Ja. En dat ze die kernkoppen ook hebben en dat die staan in Kaliningrad. Heeft onze MIVD hebben we ook openbaar gemaakt, dus dat kan ik zeggen, heeft daar zelfstandige inlichtingen over. En dat is ook de reden waarom uiteindelijk de Amerikanen na een tijd praten hebben gezegd, nou dan is het, jullie moeten nu daarvan af, hè, want anders jullie schenden het verdrag. Dus dat op zich zijn we het wel eens met de Amerikanen, niet dat verdrag opzeggen. Wat betekent dit dan voor Nederland? Dit is heel gevaarlijk. Dit is heel gevaarlijk. Dit is best een grote dreiging. Kijk, er is niet de intentie om ze in te zetten nu, denk ik. Maar ze hebben ze wel. Dus dat betekent dat ze er reëel zijn. En dus als er iemand wel de intentie heeft, kunnen ze ingezet worden. Ja. En dan voel je in de Baltische Staten tot in je haarvaten, de mensen ook. Want die zitten daar heel vlakbij. Dat is 20, 25 kilometer daar vandaan. En dat is het NAVO-bondgenootschap. Hè? Dat zijn leden van het NAVO-bondgenootschap. En dan is het dat een aanval op één is een aanval op alle. Ja. In artikel 5 van het verdrag. Dus als Rusland morgen de Baltische Staten binnenvalt, Letland, Litouwen. Wordt het Nederlandse leger dan meteen dan ingezet? Wij zitten daar dan nu. Hè? Want dat is ook wat onze mannen zeggen. Die zeggen ook van, ook hier is het zo dat je ziet, ze zijn in principe voor de credible deterrence, hè, geloofwaardige afschrikking. Het feit dat wij er zijn en dat we eenheid laten zien is heel erg belangrijk als NAVO-partners voor de Russen. Hè, dus dat ze zien dat wij er verenigd staan. Ja. Maar als ze worden aangevallen, dan moeten wij met het NAVO-bondgenootschap bij elkaar komen. En dan moeten zij zich verdedigen, dat zeggen ze ook, de mannen daar. Dus ze zeggen, wij hebben ook vuurkracht nodig, extra vuur. Ze hebben nu niet enorme vuurkracht bij zich. Maar wij moeten extra vuurkracht hebben om ons te kunnen verdedigen en om de Litouwers dan te kunnen verdedigen. Ja. Dus het is heel erg van belang dat we daarin investeren. Dan gaat het wel heel snel, want dan hebben de Russen nu veel opgebouwd aan de grens. Wij weten dat, hè, we volgen dat. Ze hebben veel staan langs de grens. En dan hebben wij als NAVO-bondgenoten best wel veel tijd nodig om daar te komen. Want dan moeten wij ook de Amerikanen moeten wij daarbij hebben, de Engelsen moeten we daarbij hebben. Ja. En die moeten dan via land of met schepen daar naartoe. En dan is het denk ik voor de Baltische Staten in de tijd die wij nu nodig hebben om te staan, is het eigenlijk al te laat. Dus dan kunnen we niet lang stand houden zoals we er nu staan. Nee, we hebben het er natuurlijk over. Het zijn kleine staten maar, ik weet niet of jullie dat weten, maar in Litouwen wonen zo'n 2,5 miljoen mensen. Het is wel groot, maar het is veel bosgebied, dus het zijn maar kleine landen daar. Ja, krachten bundelen is natuurlijk dan het allerbelangrijkste. Hè? Mm-hmm. En als we dan terugkomen op dat NAVO-bondgenootschap, dat nu natuurlijk af en toe wankelen staat er wat Trump allemaal zegt. Stel Trump verdwijnt. Je moet niet alle Twitter berichten geloven. Nee, maar hij is wispelturig. Dat heeft hij bewezen. Maar goed, is dit dan niet het moment om een Europees leger te gaan overwegen? Ja, een Europees leger. Ja, ik vind dat iets heel interessants. Want er bestaat ook geen NAVO-leger. Hè? Nee? Nee. Nee, dat weet ik. Nee, maar dus een Europees leger. Ja, wat is dat dan? Ik weet eigenlijk niet wat het is. Want ik vind het. Wij moeten wel veel meer samenwerken in Europees verband, vind ik. Ja. En we moeten ook werken aan interoperabiliteit, zodat we gewoon dat we
met elkaar kunnen werken en communiceren. Dat we niet verschillende radiosystemen hebben, verschillende vliegtuigen. Dus dat het beter kan samenwerken. Daar moeten we niet, en we moeten het been bijtrekken in Europa, ja. Waar we het net over hadden. Met PESCO en E21 ja. Wordt het natuurlijk al ja. Een soort van gedaan. Ja, ja, dat zijn echt grote stappen. Ja. Hè? En een Europees Defensiefonds en in een nieuwe meerjarig financieel kader. Wat er komt voor de nieuwe Europese Commissie is voor het eerst veiligheid en defensie als een van de op te investeren punten opgenomen. Dus daar ben ik veel heel positief over dat gebeurt. Dat we in het budget ook daar aandacht aan besteden. Ja, ik ben er heel erg voor dat wij zelf, ons eigen parlement, gaat over de inzet van onze mannen en vrouwen. Ja. Dus wij sturen ze op pad. De zwaardmacht is in dit geval aan ons als overheid. En in onze grondwet is dat ook zo geleverd. En dat moet ook zo blijven. Dan moet je eerst dan ook, als je dit zou willen, ik ben er niet voor, hè, omdat ik denk dat het echt aan onze eigen soevereiniteit komt als land. Dus ik wil daar niets aan afdoen, maar als je dit zou willen, en ik zie natuurlijk ook wel dat er mensen zijn die dat zeggen, dan moet je op Europees verband ook echt buitenlands beleid en echt veiligheidsbeleid voeren. Nou, we konden nog niet eens worden in Europa om Guaido te steunen, zeg maar, in Venezuela. Hè, want ja. Daar heeft niet de hele Europese Unie heeft Guaido gesteund. En zolang je dat soort dingen niet kan, ben je nog heel ver af van een Europees leger. Ja, op 10 januari zei uw Duitse collega, Europe's army is already taking shape. Ja. Wat moeten we daar dan uit opmaken? Nou, ik heb met Ursula von der Leyen, want die is dat dan daarover gesproken. En wat ze daarmee bedoelt, is dat we natuurlijk al veel geïntegreerder samenwerken. Bijvoorbeeld Nederland en Duitsland hebben één Duits-Nederlands legerkorps in Münster. Dat is vlakbij waar ik woon. En daar zit het ene keer zit er een Nederlandse commandant op, een Nederlandse drie sterren generaal. En vanaf juli komt er een Duitse commandant op. Maar moeten we dit dan niet zien als stappen naar een Europees leger? Nee, dat is echt goede geïntegreerde samenwerking. Okay. En dat moet je altijd doen. Dus dat geldt bij de NAVO ook zo. Hè? In Afghanistan bijvoorbeeld, onze special forces, daar is de host nation ook Duitsland. Waar wij met onze commando's zitten daar. En die werken ook onder Duits commando, maar wel met een eigen commandant. En ons parlement bepaalt of ze daar zitten. Ik heb ook een senior national representative die daar zit. En die mag een red card holder, heet dat dan. Die mag ook een rode kaart trekken voor ons, voor Nederland. Als hij denkt dat is niet veilig of niet goed of anderszins. Ja. Maar ik vind, je moet gewoon samenwerken. Dus je moet gewoon heel goed samenwerken. Want het is echt te zot om los te lopen dat we niet goed samenwerken op Europees niveau. Nou, bijvoorbeeld, laten we de aanbesteding van schepen. Nederland en Belgische marine werkt heel goed samen. En wij hebben als Nederland de leiding over de aanbesteding van de fregatten die wij nu doen. En de Belgen doen ook voor de Belgen. En de Belgen doen voor ons de mijnenbestrijding. Dus je moet gewoon slim dat samen doen. Ja, moet dat niet worden getild naar een hoger niveau, aangezien bijvoorbeeld ook Amerika 70% van het NAVO-budget heeft? Is dat niet een doorslaggevende factor om nog sterker samen te gaan werken op Europees niveau dan? Ik vind wel dat we veel meer moeten samenwerken. Ja. Ja. In die zin vind ik wel dat we stappen hebben gezet. En dat ik heb toevallig nog van de week ge-sms'd met Federica Mogherini, de high commissioner van buitenlandse zaken in, daar valt Defensie dan ook onder in Europa. En ik denk dat we daar echt stappen op kunnen zetten. Ik ben er zelf ook voor dat we, er is nu geen eurocommissaris voor Defensie. En ik zou me best kunnen voorstellen dat je, als je daar echt stappen in wilt zetten, dat je daaraan werkt. Ja, ja. Laten we door even kijken of er nog in het publiek toch nog vragen zijn. Ja. Oh. Nou, gelukkig. Ja, drie. Waar waren jullie net? Hij zat er wel. Ja. Ik heb een vraag over de Nederlandse missie in Afghanistan. Ja. In NAVO-verband heeft uw voorganger meegedaan met Amerika en Canada en ook andere NAVO-bondgenoten. De Nederlandse soldaten zaten in Uruzgan. Daar had je dat prachtige Kamp Holland. Dat zijn Afghanen zeker dankbaar. In 2007 waren daar, dat was het hoogste punt. Toen zaten daar 2.500 Nederlandse soldaten. En op dit moment is dat aantal ontzettend klein. Ja. Volgens mij 160, zoiets. Ja. Vergeef me als dat aantal niet klopt.
Heeft u uw doelstelling gehaald dat u de Nederlandse missie zo verkleind heeft? Of is het dat u meedoet met uw bondgenoten en dat Afghaanse soldaten eigenlijk aan hun eigen lot worden overgelaten? Want ik heb wel sterk de indruk dat Afghaanse soldaten op dit moment niet al te zelfstandig zijn, wat de internationale media wel zegt. Ja. Het zijn veel verschillende vragen die je stelt. Inderdaad hebben we een tijd met elkaar afgesproken veel te intensiveren in 2007, 8, 9, 10. Hè, die tijd zijn we massiever aanwezig geweest. We zijn nu met minder mensen aanwezig. Maar we hebben wel besloten, dit kabinet heeft besloten om langer aanwezig te blijven in Afghanistan, omdat het meer dan nodig is. Ik heb een mandaat gehaald bij de Tweede Kamer voorgesteld voor 3 jaar. Dus terwijl we normaal altijd ieder jaar weer kijken of we er willen blijven. We hebben nu afgesproken dat we tot en met 2021 in Afghanistan blijven. En we hebben ook geïntensiveerd op dit moment met de commando's, de special forces die we daar inzetten. Die waren ook gevraagd aan Nederland. En wij dragen bij aan wat de NAVO aan ons heeft gevraagd, dus dat doen we. En wij leiden nu, we doen aan train, advise, assist. En nu ook, dat deden we al. Wat we nu ook doen is accompany. Dus het is gevaarlijker voor onze mannen, daarom zijn het ook commando's. Dus we begeleiden nu ook de Afghaanse eenheden naar buiten en kijken of het ook werkt. Dat is wat we nu doen in het noorden van, in Mazar-e-Sharif, in het noorden van Afghanistan. Ik ben er geweest in november en ik heb ook met Ghani en alle mensen, de minister van Defensie, et cetera, gesproken. De situatie in Afghanistan is nog steeds heel slecht, als je daar goed naar kijkt. Het ANDSF, het Afghaanse leger, maakt wel stappen, maar is echt een leger in opbouw. En daar dragen wij dus nu aan bij, om dat verder op te bouwen, om ze te trainen, om te zorgen dat ze er beter staan. Maar ze verliezen heel veel mensen. Op dit moment nog in brede zin. En je mag hopen dat zo snel mogelijk er gewoon een echte afspraak is met de Taliban. Hè. Er wordt nu gesproken door de Amerikanen met de Taliban. En er wordt gependeld ook met de regering van Ghani. En je mag hopen dat er zo snel mogelijk een vorm van staakt het vuur in eerste instantie wordt afgesproken. En dat je dan tot een soort van stabiliteit komt en een stap kan zetten naar een soort hold forces. En dat is er nu op zich nog niet. Hè? Uiteindelijk is dat leger er om de veiligheid te brengen. En ik was zelf er wel erg van onder de indruk. Ik heb met 3 Afghaanse vrouwelijke militairen gesproken in Afghanistan in een tent. Hè? Want ik was erg geïnteresseerd waarom zij nu in het leger vochten. En toen zeiden ze, nou ja, dat is iets wat wij ons ook beter moeten realiseren, denk ik, hier vandaag de dag. Zeiden, ja, voor de toekomst van onze kinderen is veiligheid essentieel. En dat is de reden voor ons om uiteindelijk ook in het leger mee te doen, tot een stabiele, tot een vorm van veiligheid te komen en stabiliteit. Want dat is de enige mogelijkheid dat er toekomst is voor onze kinderen. Dus er moet nog heel veel gebeuren en heel veel stappen worden gezet. En daarom hebben wij in ieder geval besloten om langjariger ook eraan bezig te zijn. Weliswaar niet met een enorme bijdrage, maar wel met een voor de NAVO hele relevante bijdrage. Dus dat, soms hoef je bijna eigenlijk niet groot te zijn als die specialistisch is. We willen graag het laatste deel van... Die anderen komen niet aan de beurt. Ja, we hebben nog een beetje korte tijd. En we willen het toch nog wel heel erg graag met u hebben over de oorlog van de toekomst. Oké. En of dat eigenlijk wel een toekomst is of dat het eigenlijk nu gebeurt. Want we hebben de afgelopen jaren veel meegekregen over de kracht van cyberaanvallen. Ja. En we zien een trend naar een meer hybride vorm van oorlog voeren. Ja. Echter blijkt dat we, als we kijken naar de uitgaven van deze vorm, blijft het toch best wel achter nog. Mm-hmm. Waarom wordt er dan voor miljarden geïnvesteerd in kinetisch materiaal? Dus dan zien we bijvoorbeeld naar wapens en voertuigen. En relatief minder cyberoperaties. Nou, dit is inderdaad een vorm van oorlog van toekomst, maar die is ook nu al aanwezig. Hè? Want oorlogsvoering wordt steeds meer hybride. En we moeten er niet naïef in zijn. Hè? Dus er zijn ook statelijke actoren, bijvoorbeeld de Russen, die gewoon op ons grondgebied allerlei hekpogingen, et cetera, ondernemen. Wat je zag. Ja, wat we gelukkig hebben kunnen voorkomen. Maar OPCW is natuurlijk een internationale instelling die bijna in zijn integriteit was aangetast. Die onderzoek doen natuurlijk naar het gebruik van chemische wapens.
op dat moment ook tegen Syrië, over wapens die mogelijk ingezet waren in Syrië. Ja. En die Skripalzaak, dus dat is heel zorgelijk. Nou ja, kijk, je kan, ook dit moet je stap voor stap opbouwen. Hè. Je, oorlogsvoering verandert, maar de conventionele kant zal altijd blijven. En daar hadden we het aan het begin over. Daar zijn we eigenlijk pas een beetje het been aan bijtrekken, want daar hebben we ook niet goed genoeg in geïnvesteerd. Ja. Dus je moet het allebei doen. Wij hebben cyber, we hebben een Defensie Cybercommando opgezet. Ja. De Amerikanen zijn er iets verder in. Die lopen ons zo'n 10 jaar voor, denk ik, als ik daarnaar kijk aan investeringen. 10 jaar is best wel veel, nou, best toch? Veel, ja, ja, zeker. Maar goed, wij komen ook best wel van ver als je kijkt naar de bezuinigingen. Als je kijkt wat daar geïnvesteerd wordt en wat wij investeren, dat is te groot. Maar wij trekken wel het been bij. We hebben ook echt voor gekozen om een Defensie Cyberstrategie te schrijven. We hebben een van onze 2 vrouwelijke generaals zit op het Defensie Cybercommando, Eleanor Boekholt. Ja. En die is heel erg bezig om ook zo snel mogelijk het been bij te trekken op ons niveau, in onze schaal. En dit moeten we ook echt samen doen. Dit is echt een terrein dat we samen moeten ontwikkelen, waar we samen aan moeten werken. We doen mee aan het PESCO, dat is, vind ik een verschrikkelijk woord, maar het Europees Samenwerkingsproject op cybergebied. Daar zijn de Esten de trekker van en daar doet Nederland ook aan mee. We kunnen ook cybersoldaten inzetten en we hebben natuurlijk wel veel geïnvesteerd, ook in de cybercapaciteit en informatiekant van de MIVD in de afgelopen tijd. Dat is ook een heel belangrijk punt geweest. Ja. Maar we moeten er echt naar de toekomst toe veel meer nog in investeren. Ja, want Boekholt noemde zelf dat het DCC op dit moment nog een uitzendorganisatie is, die er wel is, maar nog heel weinig mag. Waarom worden er dan geen stappen ondernomen om het DCC wel meer macht en middelen te geven? Nou, daar zijn we nu mee bezig. Ik weet niet precies, september of zo vorig jaar, juni? Juni vorig jaar begonnen. Want ik ben bij de commando-overdracht geweest, heb daar ook gesproken. Dus we zijn nu bezig het been bij te trekken. Ze vult de organisatie. Ik heb ook zelf in NAVO-verband in juli al meteen ook cybersoldaten aangeboden. Hè. Dus dat zijn mensen die dus ook offensief iets mogen doen. Je moet je dus kunnen verdedigen. Defensief hebben we hele goede mensen. Maar je moet ook offensief iets kunnen doen. En daar zetten we nu stappen in. Ja, maar DCC heeft tot op de dag van vandaag nog geen zelfstandige offensieve acties ondernomen. Nee. Maar hoe kunnen we dan zonder acties te ondernemen onze vijanden laten weten dat we iets kunnen of ze af te schrikken? Nou, als je je goed kan verdedigen, weten ze ook dat je iets kan. En als je kijkt, er wordt wel in operaties ook min of meer offensief. Hè, dus gewoon gekeken, worden mensen ingezet. Hè. Wij zetten wel degelijk natuurlijk ook echte hackers in voor een aantal operaties. Als je het hebt over, jullie hadden het over het vinden van personeel. Ja. Wij slagen er relatief best wel goed in om informatici en hackers aan ons te binden. Omdat ze bij ons dingen mogen die ze in het gewone bedrijfsleven niet mogen. Dat is dan wel weer mooi. Dan hebben we misschien niet daar zijn we echt goed in. Dan hebben we misschien niet de hoogste salarissen. Maar ze hebben wel zoveel speelruimte dat ze kunnen spelen met wat zij mooi vinden. Dus dat is wel een leuk punt om te weten. Maar we zetten daar gewoon echt steeds stappen in. En je kan ook niet. Kijk, ook dit moet je stap voor stap opbouwen. Want je kan niet opeens zeggen van oké, we hebben 6000 cybersoldaten. Want dat is ook niet reëel. Maar op 13 april heeft u niet gekozen om zo'n offensieve actie te doen. Waarom? Je kan ik uitleggen waarom we dat niet hebben gedaan. Nou, wat natuurlijk heel bijzonder. We wisten natuurlijk wat er gebeurde. Hè? Dat we er waren. En we hebben. Dit is een operatie die we onder de wet inlichtingen en veiligheidsdiensten hebben uitgevoerd. Dus dat is van de MIVD. En we wilden kost wat kost voorkomen dat er eigenlijk die hek werd gezet door de Russen. En we hebben ervoor gekozen om de mensen naar de grens te begeleiden. De 4 Russische, het was een statelijke actor, GRU-militairen. Dus inlichtingdienstofficieren waren het. En ze hebben toen het materiaal laten liggen. Dat was een van onze doelen, want daardoor konden we het materiaal gebruiken, hun laptops. En in die laptops hebben we gezien dat ze bijvoorbeeld gegevens van MH17 onderzoek erin hadden zitten. Dat ze wel degelijk ook naar het Skripal-onderzoek hadden gekeken. En dat ze gegevens van het antidopingagentschap WADA voor de Olympische Spelen erin
hadden zitten en beïnvloed. En dat is wat ze ook doen. En dus we moeten gewoon echt niet naïef zijn over wat er gebeurt. Als je bijvoorbeeld kijkt, ik las van de week met een Franse collega ook nog afgesproken. Een deel van de van bijvoorbeeld de gele hesjes in Frankrijk die daar optreden. Die lezen ook berichten, dat heeft hij op tv gezien. Ja, toch? Ja, ja, precies. Die hebben, dat zijn ook Russen, voor een deel Russische trollen en beïnvloeders die daar hun met gegevens opzadelen. En dat is zo. Dus het is heel erg ook beïnvloeding wat ze doen. Bijvoorbeeld de Amerikaanse verkiezingen, hè, dat heeft Nederland dan laten zien. Dat hebben onze inlichtingen laten zien. Ja. Die ook beïnvloed zijn door Russen. Dus ja, we moeten gewoon echt niet naïef zijn en iedereen moet al zijn gegevens goed beveiligen. Nou, over die inlichtingendienst, want oud-MIVD'er Sergej Buka die stelt dat het vermogen om hoogwaardige doelen uit te schakelen nog niet aanwezig is. Maar baart u dit geen zorgen dan? Ik weet niet wat hij precies heeft gezegd. Ik weet ook niet wie het is, eerlijk gezegd. Dat we door middel van die informatie dus nog niet ertoe in staat zijn om hoogwaardige doelen uit te kunnen schakelen op dit moment. Ja, ik kan niet zeggen wat we wel en niet kunnen. Dat is een beetje ingewikkeld. Maar ik kan u wel zeggen dat we meer kunnen dan u denkt misschien dat we kunnen. Wat kunnen we dan zoal? Ja, dat mag ik dan weer niet zeggen. Maar die wapens zijn er nog niet. Denkt u dat er geen cyberwapens zijn? Ja, wij hebben nog geen aanval. We hebben geen het Defensie. Het Defensie Cybercommando heeft nog geen aanval uitgevoerd. Ja. Maar dat wil niet zeggen, want u had het nu over de diensten, toch? Ja, over de inlichtingendiensten. Wil niet zeggen dat de inlichtingendiensten niet al hun middelen inzetten om informatie te verkrijgen. Nee, natuurlijk. En daar mag ik dan niks over zeggen. Dat blijft dan voor onze vraag en voor u een weet. Maar goed, we hebben het vandaag natuurlijk gehad over de krijgsmacht. We hebben het gehad over internationale betrekkingen zoals de NAVO en nieuwe initiatieven zoals PESCO en E21. We hebben het gehad over een eventueel Europees leger. Ja, ik was er niet zo voor. Nee, dat hebben we begrepen. We hebben het net gehad over de oorlog van de toekomst. En we hebben het natuurlijk vooral gehad over hoe u het vertrouwen in het ministerie van Defensie weer terug gaat krijgen. Maar mevrouw Bijleveld, wat is volgens u de allerbelangrijkste taak die de Nederlandse krijgsmacht heeft de komende 10 jaar? Nou, onze allerbelangrijkste taak is om echt te beschermen wat ons dierbaar is en om onze vrede en veiligheid te garanderen als koninkrijk. Dat is onze ultiem belangrijke taak. En om het iets concreter te maken, waar moeten we op ons focussen? Binnen de krijgsmacht, is het de marine, is het de... Nee, we moeten ons op veel meer informatie gestuurd en inlichtingen gestuurd werken focussen. Ja. Daar ligt onze kracht. Ja, en onze kracht zit hem echt toch wel in de mensen. We hebben ontzettend goede mensen. Dat is denk ik ook wel goed om nog te zeggen. Want ik geloof dat jij noemde Trident Juncture, die oefening, grote NAVO-oefening waar we aan mee hebben gedaan. Daar hebben we ook vooral veel inlichtingen mensen naartoe gestuurd. En Special Forces en Luchtmobiel. En daar hebben we ontzettend veel complimenten over onze mensen gekregen. We hebben heel hoog professioneel geschoold personeel. En daar zit hem ook onze kracht wel in. Daarom zijn we ook veel gevraagd. Ja. En moeten we daar ook vooral in investeren. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Syrië, de F-16's, die hebben daar geopereerd. Onze F-16's met piloten zijn de enige met de Amerikanen en de Denen die precisiebombardementen kunnen uitvoeren. Dus heel gericht dat ze kunnen doen. Dus het is altijd een combinatie van vliegtuig met piloot. En wij zijn echt wij hebben heel goed opgeleide mensen. En daar ben ik echt oprecht trots op. Nou, met deze positieve toon denk ik dat we een mooi einde hebben gebreid in dit interview. Maar voordat we ons minister van Defensie een davend applaus geven, wil ik jullie graag vertellen dat we volgende week dinsdag een sessie hebben over Climate Change on Trial. Okay. En op woensdag hebben we Chief Economist van Google, Hal Varian, op bezoek. Dus komt allen. Nu graag een davend applaus voor onze minister van Defensie. Heel erg bedankt.